Beeld ik. Goedemiddag vanuit warm Suriname. Ja, als vrouw zijn ga ik altijd regelen. Goedemiddag mensen uit Suriname. Even voor een andere situatie ben ik live. Dus ik wacht even op mensen komen. En dan goedemiddag, de eerste die er is. Goedemiddag, goedemiddag. Je weet, in de tijd is er een brand geweest waar een moeder met haar drie kleindochters is overleden. Tragisch is overleden. En we toen, is toen fors geld gedoneerd voor de broer. Die ook woonde bij moeder en ook alles is kwijtgeraakt en nu woont bij zijn vader. We hebben al wat geld overhandigd door middel van of wat boodschappen gedaan. En geld voor kleding te kopen en wat andere spullen. Dat is overhandigd en dan heb ik natuurlijk nog geld die ik had. En ik heb het voor hem overgemaakt op zijn rekening en hij is nu hier. En we willen natuurlijk van hem weten hoe het met hem gaat. Hi Kamal, hoe is het? Goedemiddag, Gideon. Goedemiddag voor Gloria. Zo, als je me vraagt van wat gaat, nou, lukt niet. Helaas, hoe die mama en die meisjes er niet meer zijn. Maar het gaat gewoon, het leven gaat door. Dus we gaan ermee moeten leven. Maar we maken moeite om toch verder te kunnen gaan in het leven. Ja, sowieso met een trauma, ja. Ja. Maar het lukt een beetje. Er wordt veel tot me gesproken. Alle plaatsen waar ik ga. Mensen motiveren me. Ja. Ik altijd dat me. Zeg van, nou, je moet niet opgeven. Ga maar gewoon door. Ja, ja. Dus het lukt wel een beetje. Maar sowieso, als ik alleen ben, is het terug naar denken aan mijn moeder en die meisjes. Ja. Maar verdriet natuurlijk, hè? Ja, verdriet. Als je deze kan staan, dan heb ik je beter in beeld. Ja, als heb ik je beter in beeld, dan ga ik even staan. Het lukt een beetje, mevrouw Gloria. Ja. Dus nogmaals wil ik ieder nog wel hier even bedanken. Om even geholpen met wat en hoe dan ook. Financieel en ja. Gebeden. Ja, voor alles. Men heeft dat me gesproken. Dus alle bijdrage wat bij me is gekomen, wil ik van hier echt bedanken aan ieder. Ja. Wie dan ook. Dus ja, dat zijn mijn laatste woorden dat ik iedereen wil bedanken. Ja. En we hopen dat God ons echt kan beschermen met al die kwade wat er nu gebeurt in ons leven. Ja. Ja, niet hier in Suriname alleen, maar wereldwijd. Ja. Dat God ons kan beschermen tegen al die kwade daar. En ja. Ja. Mensen, laten we met elkaar goed leven. En het is een korte tijd wat we hier zien. Ja, net zo als is men dat zegt. Het is heel kort, dus laten we gewoon in vrede leven. Al heb je wat dan ook met die persoon, dan laten we het even goed maken met elkaar. Dus ja. Dat zijn mijn woorden. Want de dierbare, als je ze hebt verloren, nou dan besef je wat het leven is. Ja, want je krijgt ze niet meer terug, hè? Nee, helemaal niet. Maar je redt bedankt ieder weer. En heel hartelijk dank. Mevrouw Gloria ook. En, ja, want eigenlijk zou ik naar je toe zijn gekomen vandaag, maar Isabi, alolong na Pjimang. En dus van alles. Dus ik heb je toen gevraagd, kun je bij mij komen? Dat kon gelukkig. Kamal heeft net getekend voor ontvangst. Ik heb het overgemaakt op zijn rekening die hij had bij de Hakeringbank. Ik moest nog even allerlei dingen zoeken. Hè, om, want je was even je pas kwijt, maar we hebben het allemaal weer gevonden. En het geld, €1000, is er overgemaakt naar jou. Zodat jij even verder kan. Graag horen we natuurlijk in wat je ermee hebt gedaan en hoe het gegaan is allemaal. Dat de donateurs toch wel weten. Ammonie gebruikt boem. Is dat het toch? Dus anders ook ik kon tek ammonie. Va bang hier ego bastering. Nee, ja toch? Maar ik wil ook iedereen bedanken die onder die ondersteuning heeft geboden. Maar nu is het zijn geld op zijn rekening. En er is nog een klein bedrag over. En dat gaan we de volgende keer ook even overmaken. Dus dankjewel dat je bent gekomen, want je hebt mij ook in de Oran geholpen, zodat ik ook weer niet hoef te rijden helemaal richting jou. Het is niet zo ver hoor, maar dat heb je toch? Ja, dus dankjewel. En ja, we houden contact sowieso. We hebben, Kamal zegt altijd, mevrouw Glo, ik weet dat je druk hebt. Dankjewel ook voor je begrip. Dat je, want je ziet, overal ben ik weer en ergens. Maar en zeker nu, ook met die kleine toch. Dus vandaar dat ik niet ben gekomen. Dus ik ben blij dat jij zelf bent gekomen, dat we de zaak kunnen afronden. Voor een groot deel. En ook iedereen wil ik bedanken inderdaad voor jullie bijdrage die jullie hebben gegeven voor Kamal Arush, zodat hij ook verder kan met zijn leven. En wat hij net ook zegt, is natuurlijk verdrietig. Je bent meerdere mensen kwijtgeraakt, het is een traumatische ervaring, ja.
Dan heb je geen woorden voor om iemand te troosten. Dat moet hij alle tijd nemen ook om dit een plekje te geven. Maar nogmaals hartelijk dank voor jullie steun, ondersteuning. Maar nu heeft hij dus het bewijs gezien dat die 1000 euro is overgemaakt. Misschien weet je het ook zeggen? Ja. Om weet niet? 1000 euro. Oké. Okay. Ja toch? Maar dat moet op beeld staan dat mensen ja, later kunnen zeggen van hé, hey, Samsung Harmony, 1000 euro. En die twee andere betalingen die hebben we gedaan toen, de boodschappen en het geld dat ik heb gegeven. Dus dit is dan ook mooi afgerond. Nogmaals hartelijk dank en heel veel sterkte, Jere. Ja, dankjewel. Ja. Oké, mensen, ik ga er ook even uit. We gaan oma Sigam ophalen. Die blijft slapen bij Carmelita en mij, omdat we de morgenochtend om 8 uur naar het ziekenhuis moeten brengen voor een longfoto. Dus ik ga er nu ook vandoor. Tot later. Ciao, ciao.